we in de provincie Utrecht bij de eenheid Midden-Nederland in de Domstad op de Spinozaweg. Surveillante Patrick en Dani zien een witte Mercedes midden op de weg staan. De bestuurder is even met iets anders bezig. Meneer, wilt u... Hallo, wil je die auto even verplaatsen? Ja, maar die staat toch een beetje asociaal? Waarom asociaal? Nou, die staat midden op de weg. €90. De bestuurder stapt in en de surveillanten nemen hem mee, want ze willen even weten wat er nou precies aan de hand was. Goedenavond, verkeerspolitie. Mag ik even het rijbewijs zien? Wat vond je er nou zelf van dat je zo stond? Die meisje had hulp nodig, ja. Dus ik ging haar helpen. Ja. Even rijbewijs alsjeblieft. Rijbewijs. Tot op met die camera, je maf, Kees. Hallo. Je moet tegen je hoofd aanslaan, jullie. Doe eens even gewoon. Doe even je raam dicht. Even rijbewijs alsjeblieft. Als ik kan camera. Geen bewijs. Niet doen, niet naar die camera. Niet naar die camera, niet doen. Niet doen. TV. Kom op, ga zitten. Nee, maar ga zitten. Nee, maar ga zitten. Snap je? Nee, maar ga zitten. Doe niet zo moeilijk. Ga zitten. Luister, ga gewoon even in de auto zitten. Hallo. Hé, kom, ga zitten. Ik wil het gefilmd worden. Ja, maar dan moet je juist niet zo doen. Deze voorbijgangers willen blijkbaar wel gefilmd worden. Hey, heb je wel een rijbewijs? Rustig. Ik heb een rijbewijs. Maar waarom? Ik had die buis geholpen, ze kon die auto niet starten, heb ik haar geholpen. Ja, maar je stond toch wel een beetje asociaal op de weg? Want waarom heb je geen rijbewijs bij je? Sorry? Waarom heb je niet bij je? De auto is niet van mij. Nee, rijbewijs. Maar je hebt wel het kentekenbewijs bij je? Ja, we hebben net het kentekenbewijs, dat staat in de auto. Weet je wat het kost, hè? €90, hè? Geen rijbewijs bij je hebben. Dat is voor de andere keer heeft hij wel bezig, ja? Meneer, we praten toch niet met u? Ik praat niet met u. Ik wil niet met u praten. Ik heb niks met u te maken. Ik wil ook niet met u praten. U bent niet voor reden vatbaar. Dan gaan wij het gesprek beëindigen. Je hebt hem nog niet zo heel lang in de auto, of wel? Nee. Maar hij is nog niet aangemeld bij de verzekering. Hij is wel verzekerd. Ja, oké. Nee, dat kan. Maar we houden 30 dagen aan. Hou er even rekening mee dat je nog wel een keer gecontroleerd wordt dat ze het zeggen. Ja, en neem de volgende keer even je rijbewijs mee. Dat scheelt in ieder geval een boete van €90. Dat is goed. Ja? Oké. Tot ziens. Deze hulpverlenende bestuurder mag met een waarschuwing zijn weg vervolgen.